Goedemorgen allemaal. Een nieuwe dag, nieuwe kansen. Vandaag gaan we weer lekker op pad. Ik ga weer lekker mountainbiken. Ik ga een mountainbike marathon rijden. Mijn tweede die ik tot nu toe heb gereden, want ik heb al eerder in de Ardennen een mountainbike marathon gereden. Maar vandaag gewoon in Nederland, in Montfortland. Van tevoren heb ik heel wat te doen, dus ik ga jullie vandaag meenemen met wat ik allemaal ga doen. Om 1:30 is de start. Ik moet zeggen, ik heb heerlijk geslapen en ik heb er gewoon reuze zin in, want ja, mountainbiken vind ik gewoon echt super cool om te doen. Dus we zullen zien. Nou, ga mee vandaag met mij in mijn mooie dag. Doei doei! Kijk, hier staat mijn tas al klaar. En mijn yoga-matje ligt al klaar. Want ik ga zo meteen even een paar oefeningen doen. En daar staat nog een andere tas klaar. Want ik heb vanavond een feestje ergens anders in het land, dus waar ik ook blijf slapen. Dus ik moest even goed voorbereid zijn. Nou, en yoga doe ik echt, ben ik een beetje verslaafd aan geraakt. Waarom? Omdat ik gewoon merk met mijn blessure dat heel belangrijk is dat je goed rekt. En mijn linkerbovenbeen zit regelmatig vast, is stijf. Dus ik ga nu even een paar oefeningen doen, zodat mijn benen los worden en ook mijn rug, zodat ik vanmiddag echt goed kan knallen. En daarna ga ik lekker ontbijten. Totally zen ben ik nu. En hier heb ik mijn tasje alvast klaarstaan voor zometeen voor onderweg. Jullie zien, mijn bidonnetjes zijn al klaar en ik heb wat extra havermout mee. Ja, ik zou altijd een hoop eten mee. Verrassend, hè? Maar ik heb dus havermout mee, maar extra water. Nou, en mijn Leatherman zit uiteraard in mijn tas. Ja, je weet nooit of ik in één keer bedenk dat ik een stuk brood nodig heb of iets dergelijks waardoor ik een mes nodig heb. Nou, en ik krijg vaak van jullie de vraag van, ja, wat doe ik eigenlijk in mijn bidon? Nou, jullie zien hier dat ik een cacao poeder bij heb. Het is van Amon Prana. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar dit is prestatiedrank op basis van kokosbloesemsuiker. En het is van Amon Prana. Nou, ik gebruik deze of ik gebruik matcha. Matcha is groene thee-extract. Nou, ik vind het echt super lekker. Ik heb ook al gehoord dat sommige mensen aan de smaak moeten wennen. Maar kokosbloesemsuiker zorgt ervoor dat jouw dat de energie langzaam in je bloed wordt opgenomen en niet in één keer zo'n boost krijgt. Dus en je krijgt er gewoon genoeg energie van, dus het is echt heerlijk. Nou, en hier staat mijn ontbijtje klaar. En ik heb eigen zelfgemaakte havermoutrepen gemaakt gisteravond. Ik ga ze zo meteen nog even snijden en proeven uiteraard. Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe ze smaken. Ik heb citroensap klaarstaan en een aloe vera shotje. En ik moet even gaan kijken of ik nog zin heb in een groene smoothie of een havermout. Dan ga ik even zo kijken. En ik heb hier nog een zakje voor onderweg klaar liggen met gedroogd fruit. Dus daar ga ik het vandaag op doen. En uiteraard eet ik nog havermout voor de wedstrijd. Dus maak je maar geen zorgen. Er komt genoeg voeding binnen. Nom, 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 nom. De reep die smaakt heel erg lekker. Het is een echte chocoladereep, maar hij is toch niet echt van chocola. Ik heb cacaopoeder in gedaan, maar met banaan en havermout en honing. Is deze super lekker geworden. Maar als je denkt aan een echte chocoladereep, nou, dat is het niet. Maar hey, is heerlijk voor tijdens de wedstrijd. Ondertussen ben ik alweer onderweg naar eerst naar Wanrooy om mijn fiets op te halen. Mijn mountainbike die was iets niet mee in orde. En die hebben ze daar even gerepareerd. Dus hopelijk staat hij daar mooi klaar. En dan kan ik hem ophalen. Nou jongens, een nieuwtje. Ik was gewoon exact op time. Voor mij is het af en toe race tegen de klok. Nou, ik wil dan nog af en toe lekker goed gaan zitten ontbijten. Eventjes lekker zitten relaxen. Nou, en ik was nu uiteindelijk gewoon om 9:00 weg. Dus vond ik wel echt een wonder van mezelf. Dus ik heb echt een heel relaxte voorbereiding. Omdat ik dus moet nu naar Wanrooy. En daarna ga ik naar Nijmegen toe. Daar haal ik iemand op waarmee ik samen de marathon ga rijden. Dus ik heb het lekker relaxed en het is mooi weer, dus ik ga er lekker van genieten, want het is gewoon gaaf. Ik kom hier mezelf nu tegen aan de muur, dat is toch wel grappig. Kijk, en hier zijn ze nog even flink aan mijn fiets aan het sleutelen, want ik kwam tot de ontdekking dat ik geen pedalen op mijn fiets had. Ja, jullie zullen misschien wel denken van, oh, dat is echt niet handig, maar ik heb maar één setje crosspedalen op dit moment. Of roodpedalen. Dus die zaten nog op mijn crossfiets. En het geluk is, daar zien jullie mijn crossfiets staan. Dus die had ik ook hierbij. Dus dat geluk heb ik weer voor vandaag. Op de eerste plaats. Dankjewel Thijs. Daar gaat de kaak voor. Zo, mijn fietsen liggen achterin. Dat zien jullie als het goed is. Ik heb
ben wel weer blij dat mijn fietsen weer heb opgehaald. Want het voelde wel een beetje leeg om zonder fietsen te vertrekken naar een wedstrijd toe. Maar de geluk heb ik dat ze mooi klaar stonden en dat ik er even vanuit kon gaan dat ze het goed doen. Dus nu ben ik onderweg naar de koers. Nou ja, en ik ben echt vet op tijd. Dus ik kan zo meteen, ik ga nog even ophalen. Ik ga zo meteen nog even lekker een bak koffie doen. Lekker genieten van het zonnetje. En dan, ja, meer ontspannen kan je niet aan de wedstrijd beginnen. Oh ja, en die wedstrijd voor mij. Nou ja, jullie zullen misschien wel denken, waarom gaat ze nu een mountainbike wedstrijd rijden? Nou, ik ben echt gewoon super dol op mountainbike. Ik vind mountainbike echt gaaf. En als crosser is natuurlijk mountainbike ook gewoon een super goede training. En ja, nu staat alles in het teken van het crossseizoen. Ik merk gewoon dat ik conditioneel nog wel stappen moet maken. Maar ja, dat mag ook wel, toch? Ik bedoel, als je ruim een jaar geblesseerd bent geweest, dan is dat logisch. Ja, af en toe heel frustrerend als je denkt, ja, vroeger toen sprong ik met die en die en die mee. En dan kon ik demareren, dan kon ik alles aan. En nu zit je in de finale en denk je, nou, zoals afgelopen weekend, een paar van de velen, denk je van, poeh, ik heb eigenlijk al wel wat geleden. Maar ja, ik ben eigenlijk überhaupt al wel blij dat ik gewoon zo kan fietsen. Nou, vandaag gaan we dus gewoon lekker biken in Montferland bij Specialized, bij mijn sponsor. Dus dat is ook gewoon heel erg leuk om die mannen weer een keer te zien. Passen! Jongens, ik ben achter. En ik ga zo meteen starten. Jullie achter mij zien, zien jullie het startvak al vol staan. Ik was natuurlijk al iets aan de late kant, maar gelukkig heb ik mijn fiets gewoon ergens tussendoor gepropt. Dus lucky me! En ik ga knallen! Tot zo! Vanavond. Hey jongens, lekker vies ben ik hè? Ondertussen ben ik net gefinished, twee keer een rondje van 35 kilometer gereden. 70 kilometer in totaal. Nou jongens, ik heb genoten. En we starten met alle categorieën bij elkaar. Dus het was echt flink afzien op het begin. Ik stond natuurlijk voorin en het was gewoon een flinke wegkoers leek wel. Maar door mijn eigen tempo te rijden kon ik me toch aardig in voorin handhaven. Nee, je bent jezelf aan het filmen. Ja, ik ben mezelf aan het filmen, Laura. Dankjewel. Ja, ik heb gewonnen, jongens. Dat wilde ik jullie even laten weten. Dus ja, het ging eigenlijk hartstikke goed. En ik had niet verwacht dat ik het zo zou gaan. En dat ik gewoon lekker ja, steeds harder kon gaan fietsen. Want die mannen zeiden al, het lijkt wel steeds harder gaan fietsen. Nou ja, dat was misschien ook wel een beetje zo. Dus, maar het ging echt gewoon lekker. Dus top, top, top. Tot zo. Jongens. Ik heb gewoon gewonnen. Hoho! Mijn eerste wedstrijdje, mijn eerste is dat ik geblesseerd ben geraakt. Nou, ik kan jullie vertellen, het is echt geweldig. En ook wel heel bijzonder. Want ja, af wat ik afgelopen jaren mee heb gemaakt, is gewoon echt niet niks geweest. Of gewoon, nou, weet je, ten opzichte van vele anderen stelt gewoon echt geen bal voor als je last van je benen hebt. En dat je toevallig niet meer een topsport kan doen. Maar voor mezelf was dat toch wel een, ja... Gewoon balen, je hebt een droom, een doel voor je en dan gaat dat niet omdat je lichaam sputtert. En ja, ik krijg nu steeds meer het bewijs dat mijn lichaam gewoon niet meer aan het sputteren is. Gewoon gas wil geven. En dat voor mij de zaak is dat ik goed naar mijn lichaam blijf luisteren. Dus ik heb vertrouwen weer in het crossseizoen. Jongens, het voelt zo goed. Echt super. Ik ben nu, trouwens ik zit nog in de auto, ik ben nu net... de man weggebracht met wie ik samen op pad ben geweest. En nu ben ik bijna in weer een uur verder in de auto gezeten. Een lichte lange tocht om naar een verjaardag te gaan van een schoonzusje van mij. Dus ik heb er heel veel zin in. Als het goed is, ze woont aan het water. Oh, ik ga door. Hier hoor je mijn de tom-tom tussendoor. Maar ze woont aan het water, dus ik ga nog met het lekkere weer niet aan het water. Nou, ik hoop dat jullie dit filmpje hartstikke leuk hebben gevonden. Dit was een beetje mijn dag. Nou, echt wel bijzonder, want ik wist natuurlijk niet dat het zo af ging lopen deze dag. Maar ja, echt helemaal top. Nou, tot de volgende keer en bedankt voor het kijken. En ik zie jullie. Doei doei!